Ja, het was onvoorstelbaar gisteravond wat er allemaal gebeurde weer. Vol verrassingen en alles. Top, top, top. Ongelooflijk. Perfect gedaan. Beetje Spaans erin. Heerlijk om op te dansen. En ja, had het geheel ook in een ander jasje gestoken. Geweldig. Ik heb meteen in haar oren gefluisterd toen ik haar omhelsde. Van dit moet je gewoon uitbrengen, want dit is perfect gedaan. The sky is clearing and the night is bright enough. Eén nummer, dat had ik eigenlijk niet zo bewaard. Maar dat was ook een groots gebracht, vond ik, van... Hendrik Jan. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. Dat is Carry On van Crosby, Stills, Nash. Ja, daar was ik als jongetje enorme fan van. En dat was voor mij ook een grote verrassing, omdat het zo groots gebracht werd. Kasu, dat is een speciale dames, hè? Die moeten in de gaten houden. De eerste paar seconden dacht ik van, wat gaat dit worden? En toen het ritme kwam tot mij en toen begon ze te zingen. En daar kwam die Turkse soort swing in. En toen, ja, ik werd weggeblazen. Echt waar. When she didn't come for coffee when I called. Roel, ja, de man is very gifted. Hij is een meesterpianist, vind ik, een meestercomponist. En hij maakt altijd zijn eigen ding van, ik hoorde de Beatles, ik hoorde van alles door het nummer. Die doet zo'n enorme inspanning om steeds tot iets unieks te komen. En dat is elke keer geweldig gebleken. Ook met de andere artiesten, alles. Joe Buck. Want iedere keer als jij me aankijkt. Ik heb nog nooit iemand zo'n zachte karakter. Vol met liefde. En als hij dan zingt, dan hoor je dat stemmetje. En dan, ja, dan ben ik vertrokken. Ben ik vertrokken, zeg. Wat een enorme inspanning doen ze allemaal om daar iets van te maken, een eigen te maken. Er wordt echt keihard gewerkt, hè, door die mensen. Is de kracht die jij me nu geeft. Melodisch, kan waanzinnig zingen en ja, zo'n fijne persoonlijkheid. Het was allemaal... De hele gebeurtenis voor mij was zo liefdevol en ja, ik heb nog nooit zo'n ervaring meegemaakt. De ervaring was gewoon zo uniek. Dat het voorbij was, vond ik eigenlijk jammer. Ik dacht eigenlijk aan het eind van, oh, ik had nog wel een weekje gewild, doe nog maar. Weet je wel?